Dit mensen gaan van start, met debat, deel en college. En we gaan van start in stilte. Zoals ik al zei, jullie zijn deelnemer. Na het debat, maak er gebruik van. We hebben een microfoon in het gangpad staan die je kunt gebruiken. Op een maatschappelijk, sociaal goed moment. De spreker kan vragen stellen bijvoorbeeld. Ik denk van, er werd dit gezegd, maar ik had iets anders begrepen of zo. Misschien moet ik even opheldering over hebben. Misschien heb je iets gehoord. Misschien vraag je je af, ja, als we geen kans hebben op hypotheses. Moet ik dan als psycholoog straks, of kan ik keuzes maken? Het klinkt ook nog rechts op wat ik eigenlijk niet kan concluderen of iets misschien wel raar is gezien. Dat zijn wel praktische problemen die je kunt relateren aan wat je hebt gehoord. Misschien denk je wel, ik heb er geen verdiept, ik ben er van die kant helemaal niet. Ik zou zeggen, loop naar de microfoon, of steek even je hand op, ik loop er langs met een tweede microfoon. Erik-Jan gaat eerst reageren op stemmen van dingen. Ik denk dat het prima met jou erop inhaakt en op welk moment kun je inhaakt met haar. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat we hier direct alle twee al kunnen staan. Maar ik wil het heel kort houden. Oké. Okay. Ja? Nee, dat is niet zo. En dan doen we daarna wel even een beetje bij de gemeenschap staan. Ik ben het. Nou, misschien zijn jullie op dit moment in de war. Want jullie hebben twee volstrekt tegenovergestelde meningen gehoord. En we hadden het er al over dat dit misschien het hoofddoel is van dit college. Dat jullie goed begrijpen dat je dus je niet zomaar kunt verlaten op wat iemand zegt. Maar dat je zelf na moet denken. Over wat je nu wilt. En nou wil ik even specifiek ingaan op het debat te starten op Dennis' presentatie. Jullie hebben je misschien afgevraagd, terwijl Danny zo sprak, als hij nou gelijk heeft, hoe kan het dan dat zoveel statistici Bayesiaan zijn? En hoe kan het dan dat je op Amazon, ik weet niet hoeveel duizend boeken over Bayesiaan statistiek kunt kopen? Dat is een goede intuïtie die we hadden. Nou, is Danny's presentatie bevat heel veel slides. En toen ik hem zag, Danny was zo vriendelijk om hem al vooraf te sturen. En ik heb mijn presentatie naar hem gestuurd. Dus ik dacht eigenlijk, Danny's presentatie zou een fantastisch tentamen zijn voor jullie. Waar de vraag van is, vind alle misvattingen in Danny's presentatie. En voor iedere misvatting krijg je een punt. Het enige probleem met die scoreregel is dat je boven de 10 uit kunt komen. Nou, ik zou dus over heel veel dingen zouden kunnen hebben. Maar ik vind dit eigenlijk het belangrijkste. Want er zijn heel veel zaken waar je het over kunt hebben, die zijn meer filosofisch van aard. Het is heel belangrijk, goed om het erover te hebben. Maar uiteindelijk laten we even kijken naar de praktijk. Dus toen ik hier de dialoog zag tussen Jan en Piet, dacht ik, dit is precies waar we het over moeten hebben. Dus ik wil even samen met jullie dit nog doornemen en dan wil ik jullie vragen wat hij ervan vindt. Goed, dus we beginnen met Jan. Jan zegt, mijn interventie is effectief, want de gemiddelde scores in mijn conditie verschillen. Ja, ik zie daar eigenlijk al een beetje aan zijn claim. Namelijk een claim over de effectiviteit van de interventie. Maar wat vervolgens Piet zegt, is zeker Bayesiaans. Ik geloof er niets van. Dat heeft niks met frequentisme te maken. Hier zijn twee Bayesianen met elkaar aan het praten. Ik geloof er niets van. Volgens mij is het gewoon toeval. Oké, dan probeert Jan een antwoord te geven. Maar je ziet dat hij eigenlijk op spectaculaire wijze dat niet doet. Hij draait om de hete brei heen. Hij zegt, nou maar als het toeval is, dan was de kans heel klein. En zegt Piet, je doet alsof hij het begrijpt. Oh, dus als we dit experiment oneindig vaak zouden herhalen, wat we niet doen, maar goed, als we dat zouden doen en de nulhypothese was waar, dan zouden we in minder dan 1% van de gevallen dit of een grotere zulke condities vinden. Jan zegt dan precies.
En eigenlijk gaat dit gesprek door natuurlijk. Piet zou dan zeggen, dus kunnen we nu concluderen dat het geen toeval is? En dan zou Jan zeggen, nee, we mogen niet concluderen. En wat kunnen we dan wel concluderen? Kunnen we dan concluderen dat deze gegevens bewijs vormen tegen de nulhypothese? Nee, dat kunnen we ook niet concluderen. Dus, dan op een gegeven moment zegt Piet, waarom heb je dit getal überhaupt uitgerekend? Ik weet het niet. Maar misschien kan Dennis het vertellen. Jo, ik ben ongelukkig. Ik dacht dat je een fout in de slide had. Maar het is alleen maar een reden. De reden waarom dit relevant is, is dat je als je de nieuwe hypothese doet volgt, dan weet je dat je als je dat op de lange duur doet, dat je dus in minder dan 5% van de gevallen een fout van de eerste soort maakt. Maar ik wil met de ik weet over deze interventie, hoezo langer duurt, wat maar langer duurt. Deze interventie is effectief, daar gaat het om. Ja, nou ja, kijk, dan moet je op een verstandige manier zeg maar het hele plaatje in overweging nemen. Wat voor design is het precies, hoe is er met confounds omgegaan, wie heeft het experiment uitgevoerd, zijn de data van hoge kwaliteit. Als jij denkt dat jij al deze dingen in een eendimensionele formule kan krijgen, Dan, dat mag jij vinden, maar ik zie dat niet zo. Ik zie de taak van de statistiek als veel beperker dan jij dat. Ja, ik denk dat het gewoon niet is. Nee, maar dan zou je dus wel dit gesprek moeten veranderen. Dan zou je, Jan zegt mijn interventie is effectief, en dan zou Piet moeten zeggen, wat ben je? Wees soms een beetje aan. En dan, hij zou zeker niet moeten zeggen, ik geloof er niets van. De eerste twee zinnen, dat zijn toch twee Bayesianen die er met elkaar praten. Maar nu doe je net alsof alleen een Bayesian mag zeggen, ik geloof het niet. Nou, dat... Ik mag toch een hypothese formuleren? En ik kan stellen, deze interventie is effectief. En jij kan ontnemen zeggen, nou, ik geloof dat niet, dan hoef ik toch niet meteen Bayesian. Een Bayesian die gelooft niet alleen dat je kan zeggen, ik geloof het niet, maar dat je ook je mate van geloof kan kwantificeren. Dus jij zegt, Piet kan wel zeggen, ik geloof er niets van. Maar op het moment dat Piet daar een getal aan toe wil kennen, dan gaat het mis. Is dat wat je wilt? Nou, als Piet dat graag wil, dan mag hij daar best een getal aan toe kennen. Daar heb ik op zich geen bezwaar tegen. Alleen, ik persoonlijk snap niet wat Piet dan aan het doen is. Ik weet niet wat dat is. Wat Piet bedoelt als hij zegt, de kans op de hypothese is 10%. Ik snap er helemaal niets van, maar als Piet dat graag wil, dan mag dat natuurlijk. Jij mag het ook, ik mag het ook. Oh ja, laten we dit even. Er is heel veel om over te praten, dus laten we dit even achter ons laten. Want je gaf iets anders aan waar je heel erg de nadruk op hebt gelegd. En het is een beetje oneerlijk, want ik had het al verwacht. Dus ik heb de studenten daar al in een eerder college iets over verteld. Ik zei, als ik straks het debat met Danny ga hebben, dan gaat hij zeggen dat hij niet begrijpt wat de kans op de nulhypothese inhoudt. Dan gaat hij zeggen, maar het is toch waar of het is niet waar. He? Dat is de frequentistische opvatting van kans. Maar natuurlijk, als een Bayesian het heeft over de kans op de hypothese, dan bedoelt hij de plausibiliteit van de hypothese. Dus ik denk dat wij een beter debat kunnen voeren als we de kans op de hypothese voor jou even vervangen door de plausibiliteit van de hypothese. Het maakt mij niet uit of dit kans of plausibiliteit komt. Maar daar gaat het een beetje aan, om de plausibiliteit. Dus het is heel verwarrend dat het woord kans, dat het hetzelfde woord is in het Nederlands, wat twee invullingen kent. Eigenlijk zou het mooi zijn als daar verschillende voor waren. En het is ook wel voorgesteld, ik ben even kwijt wie dat heeft gedaan, maar die stelde voor om het kans 1 en kans 2 te noemen. Ik weet niet of dat nou heel duidelijk is, maar dat is nooit populair geworden. Je bedoelt Carnap. Ja, Carnap. Oké. Okay. Maar, mag ik daar heel even op inhaken? Kijk, dit vind ik wel een beetje een sleight of hand, zoals dat ik kan zeggen, een trucje. Ik bedoel, jij stelt voor als BCA dat je kansrekening kan gebruiken om de kansen op hypotheses uit te rekenen. Dat en sterker nog, niet alleen dat kan, maar dat moet. Nu zeg je,
Ja, maar die kansen zijn eigenlijk geen kansen, dat zijn plausibiliteiten. Maar je gebruikt toch niet de plausibiliteitsrekening, je gebruikt de kansrekening. Je gebruikt de kansaxioma's. Ja. Dus de manier waarop het dan oorspronkelijk is opgesteld, je kunt het op verschillende manieren, kun je tot dezelfde conclusie geraken. Het idee is, ik ken een getal toe aan een hypothese, dat getal reflecteert mijn overtuiging dat die hypothese waar is. En als ik nu op een zinvolle, coherente manier wil gaan redeneren, ben ik gedwongen om de regels van de kansrekening te gebruiken. Dat heb ik jullie laten zien op college, neem ik aan, als ik me goed herinner, met die kaartjes. Toch? Heb ik het over die kaartjes gehad die 1 euro waard waren, de Finetti en zo? Nou, dus het begint met het willen redeneren op een coherente manier, zonder dat je jezelf tegenspreekt. En dan kom je uit bij het principe dat dat alleen maar kan als je de regels van de kansrekening gebruikt. Maar eerlijk gezegd, ik vind die hele discussie, een hele interessante discussie, maar ik vind het niet heel praktisch relevant. Ik denk dat het praktisch relevanter is van hoe gebruiken we statistiek nou en wat kunnen we ermee? En als ik deze discussie lees, denk ik, hier wordt een Bayesiaans antwoord gezocht en het lijkt net alsof het antwoord wordt gegeven, maar ik zie het hier niet. Wat moet ik nou? Wat moet jij nou met dit antwoord? Dus jij, dit is een prachtig voorbeeld. Mijn interventie is effectief. P is .01. Wat concludeer jij? Ja, jij gaat niet wel doen. Dit is toch geen conclusie? Als we nul hypothese aan het toetsen zijn, dan hebben we van tevoren hebben bedacht dat we bij alfa kleiner dan .05 de nul hypothese verwerken. Dan gaan wij dat doen. Dus we denken niet dat we concluderen dat de nul hypothese onwaar is, maar we verwerken. Dus je kan hem ook. Kan ze terugkomen, tuurlijk. Anders dan zou je wel heel dom zijn. En dat zijn we niet. Maar ik wil nog even terug naar je vorige punt. Ik ben het helemaal met je eens dat het gaat dat het zwaartepunt hier ligt op wat je in de praktijk doet en wat je er in de praktijk mee kan. Maar dat is nou juist mijn probleem. En misschien gebruik ik een beetje filosofische terminologie om het uit te leggen, maar ik bedoel het heel concreet. Als ik. Jouw hypothese is dat mannen met grote tilballen minder zorgen. Oké, nou, iemand heeft een hypothese, heeft onderzoek gedaan. Stel dat ik zeg, nou ja, ik weet het niet hoor. Ik begin met de principle of indifference. Het kan dooien. Het is .5. De kans dat de hypothese waar is. Ik ga even met jou mee. En op .5, daar kan ik me nog wel wat bij voorstellen. Nou komen de data. En dan zeg jij. Nou moet je de kans op de hypothese moet je updaten. Nou, ik vind je primary procedure van .5 naar .6. Wat moet ik dan doen? Wat verwacht je nou van mij? Hoe doet dat dan in mijn hoofd? Moet ik dan. Ik snap helemaal niet wat daar. Ik heb het van mij gevraagd, maar ik heb 3 toestanden. De ene is ik denk het wel, de andere is ik denk het niet. En de derde is ik weet het niet. Nou, ja. En al die dat geschuift van .6 naar .7, het interesseert me helemaal niet. Nou ja, dan krijg je. Eigenlijk denk ik dat het goed geweest was als je mijn colleges had gevolgd. Want daarin wordt dat vrij duidelijk uitgelegd. Dus met name wordt daar uitgelegd dat waar je in de Bayesiaanse hypothesetoets vooral naar kijkt, is niet de kans op de ene hypothese versus de kans op de andere hypothese, dat waren de prior odds. Maar je kijkt naar de verandering in je overtuiging die tot stand worden gebracht door de data. Dus de kans op de data gegeven de ene hypothese. Versus de kans op de data gegeven de andere hypothese. Dat is de evidentie die in de data zit. Ja, maar dit zijn frequentistische kansen. Dit is een likelihood ratio. Die vind ik best. De likelihood ratio's hebben wij al. Dus de kans op de data gegeven de ene hypothese gedeeld door de andere. Dat is, daar moet ik geen bezig aan voor zijn. Dat gaat mij prima af. Ja, ik denk dat is een heel belangrijk punt. Want het begrip likelihood, wat ik trouwens vind dat veel meer centraal zou moeten staan in jullie statistische scholing. En hetgeen trouwens een van Fischer's belangrijke bijdragen is. Nee, daar ben ik het al toevallig mee. Maar daarin, in het feit dat dat centraal wordt te staan, daar denk ik dat we het alle twee dan wel over eens zijn. En die likelihood ratio die Danny net noemde, dat is dus inderdaad hetzelfde als die base factor, de Bayesiaanse hypothesetoets, de kans op de data gegeven hypothese versus de kans op de data gegeven een andere hypothese. Er is één verschil in het voorbeeld wat Danny noemt, de likelihood ratios, zijn die hypotheses, zijn punten.
Dus de effect size is bijvoorbeeld 0 onder het ene model en hij is bijvoorbeeld 0.3 onder het andere model. Wat het verschil is, is dat in de Bayesiaanse methode is die alternatieve hypothese niet een punt, maar die heeft een verdeling die aangeeft hoeveel vertrouwen heb ik nou in die verschillende effect sizes. Dus het is eigenlijk een gemiddelde likelihood ratio. Maar het lijkt inderdaad wel heel ver. Dat klopt. Die doet het niet. Er zijn twee punten belangrijk voor de mensen in het publiek. We moeten hierbij echt een keer niet dit. Misschien moet jij even in de microfoon praten, want anders moet het net niet doen. Ja. Weet het wel. Hopelijk. Hallo. Ja, kijk, daar ben ik. Twee dingen die belangrijk zijn, is dat jullie beter de afbakingen leren kennen van statistieken die jullie wel uitgebreid aan leren van alles wat in het field staat, dus dat je goed begrijpt. En als er gezegd wordt op basis van deze discussie tussen Piet en Jan, ga ik er eigenlijk vanuit op dit punt in de keur dat iedereen begrijpt wat ik wel zeg. Ja, nee, dat kunnen we niet interpreteren als bewijs tegen een miljoen betekent. Er is niemand als handen opsteken, ga ik vanuit dat jullie allemaal begrijpen. Heb je dat niet op die manier kunnen interpreteren? Van niet? Steek hand op, of ga naar de microfoon die Jeroen hier zou horen even aanzetten. Het tweede punt is oordeelsvorming. Jullie moeten voor jezelf proberen, als een echte deze jaar, je oordeel over wat je nou op die manier van statistiek vormen, updaten op basis van de kennis die je vandaag ontvangt. En ga kijken of daar, ik ga niet hier checken, of deze lijn weet ik van stellen, of je daadwerkelijk je oordeel aan het updaten. Ga het op school doen. Ik wil dit praktisch heel goed voor je maken. Stel, jullie hebben de macht over hoe het onderwijs ingedeeld gaat worden. In jaar 1 en jaar 2. We hebben hier geen praktische relevantie meer voor, maar je kent in ieder geval je medestudenten uit solidariteit. Ik geef jullie de optie om te zeggen: gooi alle twee kinderistische statistiek overboord. Hey, Robert zit ook in de zaal, een heleboel werk mee opleveren. Maar het eerste jaar onderwijs moet helemaal anders ingericht worden. Field gaat de deur uit, maar vergis je niet, ik heb er een heel ander rekening in de plaats. Ik heb niet field gegeven, maar ik heb iets anders. Wie is hiervan overtuigd? Wie zegt, op basis van wat ik nu gehoord heb, of wat ik nu geleerd heb, is niet zo relevant. Ik kan een Bayesiaan willen worden. Dus alle studenten die nu beginnen aan psychologie, moeten opgeleid worden tot Bayesiaan statisticus. Als je daarmee eens bent, kun je je hand opsteken. Eenmaal. Ja, dat zijn er meer. Nee, maar ik ben een beetje als je niet direct aan te spreken als je je hand opsteekt. Ik ben het hier zelf dus ook niet mee eens. Ik steek mijn hand ook niet op, hè? Zoals ik vind het van. Dan gaan we het nu nuanceren. Wie vindt dat er meer bezigheid staat zien van deze voor hier in? Meer dan nul. En daar heb ik trouwens wel een inside verhaal over. Dat mag ik vast wel vertellen. Want hier is een discussie over geweest. En ik zei natuurlijk, nou, ik vind het belangrijk dat studenten goed begrijpen wat p-waardes inhouden, wat confidence intervallen inhouden en dus ook wat het alternatief is. En de angst was natuurlijk dat studenten dat misschien niet aan zouden kunnen. En toen zag ik bijvoorbeeld dat er in het eerste jaar volgens mij worden 2 hele colleges aan confidence intervals besteed. Zei ik, offer dan in ieder geval 1 van die colleges op. Voor een Bayesiaans perspectief. Maar men is erg voorzichtig. Dus ik hoop dat als dit nou een beetje goed valt, dat ik uiteindelijk sterke troeven in handen heb om terug te gaan naar de commissie die de beslissingen neemt en dan kan zeggen, luister eens, studenten vinden dit belangrijk, studenten snappen dat ook wel en dan wil ik het dus eigenlijk graag ook in het eerste jaar voor elkaar krijgen. Maar het is me nog niet gelukt. Oké, we hebben het genuanceerd standpunt. Nee, we zien het allemaal wel een beetje mee eens, want er mag wel iets meer een beetje aan statistiek in. En we hebben maar een paar mensen in enkeling die zegt, maar heb ik al een keer fake statistiek en daarvoor in de plaats beetje aan statistiek. Gaat u aan het einde weer vragen of jullie van mening veranderd zijn op basis van wat er gebeurt. Dus zorg dat je voldoende informatie hebt om je oordeel te updaten. En zorg ook dat je voldoende informatie hebt om belangrijke vragen over waarom kun je nou niks zeggen over. Waar je van nieuwe hypothese op basis van deze informatie, dat je dat wel voor ogen hebt. Dan maak je daar gebruik van. Dus je kunt zeggen, oh ja, dan wil ik eigenlijk niet in de fake.
waarom kunnen we op basis hiervan niks zeggen over nul hypothese? Of waarom kunnen we het bewijs tegen de nul hypothese wel kwantificeren bij de Bayesiaansbenadering? Zorg dat het helder is. Goed, maar ik ben nog veel meer pijlen op mijn boven. Oh, ja. Ik heb één pijl op mijn boven. Die hebben we over deelsectors gehad. En we hebben het over oordeelsvorming gehad. En die hebben allebei aangegeven van ja, hoe kom je nou tot de keuze als onderzoeker? Hoe kom je nou tot het oordeel? Ik geloof niks aan, dat moet namelijk niet in behandeling. Nou, er komen al gauw arbitraire criteria. Dat is niet een V-waarde, is een kleine 2.5. En we hebben eerder over B-schrijvers gehad. Waarvan, want anders had ze Jeffries volgens mij, als de B-schrijver er hoger is dan 3, dan hebben we iets om over te praten. Dat heb je zo goed samenvatten. Als we die twee criteria naast elkaar zetten, dus een P-waarde van 2.5, als we nul hypothese toetsen en hanteren het criterium van het B-schrijver van 3 bij het toetsen van nul hypothese, hoe vaak leveren verschillende vormen van statistiek een andere conclusies op? Of komt dat zo neer? Gelukkig is het heel vaak zo dat de data zo duidelijk zijn, als je netjes je onderzoek doet en als je een beetje mazzel hebt, zijn je data zo duidelijk dat je een hele lage p-waarde zult vinden en dat de base factor zal zeggen er is heel veel steun voor de alternatieve hypothese. Dat is het gewenste scenario, maar de statistiek doet er eigenlijk niet toe. Volgens mij was het Rutherford, een natuurkundige, die heeft gezegd als je in een veld werkt waar je statistiek voor nodig hebt, ga dan naar een ander veld. Dus met andere woorden, op het moment dat je moet debatteren of het nou net wel of net niet, dan heb je toch eigenlijk een probleem. Dat gezegd hebbende, als je kijkt naar p-waardes die dus net aan significant zijn, dus zo tussen de 0.05 en de 0.01, en je kijkt dan naar de base-factoren, dan zul je zien dat voor heel veel van die p-waardes, hangt af van de sample size, maar dan zul je zien dat als we heel veel van die p-waardes de base-factor dan zeggen, nou, rustig aan. Hè? Anekdotische evidentie. Ik gaf al een voorbeeld, hè, met die teelbal. Dus daar zag je het al. P is 0.03, verwerp de nulhypothese. Maar die base-factor zegt, nou, maar, hè, maakt niet veel uit. Maar wat is de effect size die we hebben? De effect size is hetzelfde. De effect size is de correlatie met het getal, zoals Danny zegt. En die zag je dus precies staan in het plaatje als een posterior verdeling. Daar hebben we hem. Deze posterior verdeling geeft dus aan wat je hebt geleerd over die correlatie. En je zou, als je een puntschatting wilt hebben, één enkel punt, één enkel effect size, zou je bijvoorbeeld die waarde kunnen nemen waar die het hoogst is, die verdeling. En als je een interval wilt, zou je 95% interval kunnen hebben. 95% van deze verdeling gaat van A tot B. Maar zelf vind ik het altijd het mooiste om gewoon naar deze verdeling te kijken. Want dit heeft alle informatie. Het is een mooie plaat, dat denk ik niet. En het is ook heel bruikbaar, zo weer nog. Vraag als je vraag achter je rond. Ik heb een vraag voor Danny. Op dit moment heb je een argument waarin je zegt dat laat ons wel lijken alsof de BCA-statistiek heel veel subjectiviteit gebruikt en de frequentistische statistiek niet. Maar ik kan me heel goed herinneren waarin bleek dat je als frequentist wel degelijk heel veel subjectieve keuzes moet maken in het proces van toetsing. Waaruit dus verschillende conclusies kunnen ontstaan. Dus als je meer mensen hebt, kan je misschien makkelijker een nulhypothese verwerpen. Hoe verder ben je nu overtuigd dat het toch anders ligt? Ja, ik zou nooit willen volhouden dat de uitkomst van je onderzoek vast ligt in mechanische zin, zeg maar. Je krijgt die informatie en je neemt het hele totaalplaatje van het onderzoek en daar neem je dan een verstandige conclusie over. Maar de p-waarde zelf heeft een eenvoudige, het is op zich een eenvoudige, straightforward interpretatie die niet echt precies afhangt van wat ik er van tevoren van vond. Terwijl die posterior die je daar ziet, die hangt af van hoe Erik Jansen prior opzet.
Zoals ik een andere prior naar neerzet, krijg ik ook een andere posterior. Dat brengt dus expres subjectiviteit in de statistische berekening zelf. En het is zeker zo dat er allerlei keuzes gemaakt worden die subjectief zijn in de zin dat jij ze misschien anders zou doen dan ik. Nou, dan moet jij ook onderzoek doen. En dan moeten we dat naast elkaar houden. En dat zijn, maar dat zijn niet. Ik ga niet expres in mijn berekening van de p-waarde een subjectief element zetten. Dat nou ja, hij is 0.06 als je er dit van vindt, maar hij is 0.07 als je er dit van vindt. Want ik vind het vrij essentieel van de statistiek dat je probeert de subjectiviteit buiten de deur te houden. Dus dat is mijn standpunt. Nou, ik vond het een geweldige vraag. Ik wilde hem zelf stellen, maar jij was me voor. Ik wil er nog wel even iets anders over zeggen, want dat wordt te vaak door studenten denk ik niet goed begrepen. Dat het lijkt een beetje, ik heb het in het college al aangegeven, een Searle's Chinese Room. Je krijgt een bepaald karakter binnen, je doet iets, je geeft een karakter terug, maar je begrijpt eigenlijk niet wat je aan het doen bent. En dat lijkt er soms op alsof als je een dataset krijgt, dat er maar één goede manier is om die dataset te analyseren. Nou, dat is dus helemaal niet waar. Als jij dezelfde dataset geeft aan 20 verschillende onderzoekers, en het zijn allemaal frequentisten, dan krijg jij naar alle waarschijnlijkheid 20 verschillende antwoorden. En een heel goed voorbeeld daarvan is onderzoek naar neuroimaging, fMRI. En die data kun je op allerlei verschillende manieren analyseren. En iemand heeft onlangs laten zien dat als je kijkt naar alle plausibele analyses die mogelijk zijn, dat je dan uitkomt op meer dan 65.000 verschillende keuzes. Als dat niet subjectief is, dan weet ik het niet meer. Dus subjectiviteit is inherent aan het doen van een statistische analyse. Want je moet een model kiezen. En in de Bayesianse framework hoort de prior gewoon bij je model. Ja, klassieke statistici willen daar dus niks mee te maken hebben. Maar dat maakt het niet noodzakelijkerwijs veel objectiever. En ik wil één voorbeeld. Ja? Maar ik ben het hier echt zo ontzettend niet mee eens. Het punt is dat als twee onderzoekers in je neuroimaging, als de ene verbiaat gelooft dat hersencentrum X iets te maken heeft met conflictvermijding of error processing of weet ik veel wat, en de ander gelooft dat totaal wel of niet, ze geloven het heel anders over, maar ze doen precies dezelfde analyse. Natuurlijk kunnen ze wat schuiven, ze kunnen rommelen, maar als ze dezelfde analyse doen, komen ze met dezelfde p-waarde terug. Maar in het Bayesiaanse schema hangt hun posterior af van hun prior geloof. En als de een heet, het is absoluut waar, en de ander, het is absoluut niet waar, dan komen ze heel ergens anders terecht in hun posterior. En dat is toch, dan wil je toch niet? Nee, maar kijk, als twee onderzoekers dezelfde prior hebben, dus hetzelfde. Maar als ze het onderzoek hebben, hetzelfde als ze hetzelfde model gebruiken, dan komen ze uit dezelfde conclusie. De prior hoort bij het model. Jij ziet dat als iets anders. Maar het is gewoon één, het hoort er gewoon bij. Ik stel dat ik absoluut niet geloof dat er een relatie is tussen de amygdala en de angst. En jij gelooft het absoluut wel. Dan hebben we toch een andere prior, dat is toch het hele punt van de base. Ja, maar je kijkt naar de base factor, hè? Je kijkt dus niet naar de prior odds. Dus in dit geval kijk je gewoon naar de evidentie die de data geven voor de ene versus de andere hypothese. Dus dan zit je daar niet mee. Wij kijken naar een gemiddelde likelihood-relatie. De kans op de data gegeven de ene hypothese versus de kans op de data gegeven. Nee, we hebben gewoon één hypothese. De correlatie tussen angst en de amygdala activiteit is nul. Dat is onze hypothese. Jij denkt, nou dat is nul, absoluut niet waar. En ik denk het is absoluut wel waar. Dus ik concentreer mijn prior op nul. Jij concentreert hem ergens anders. Op punt 5 of zo. Dan komen wij aan het einde van het liedje met een andere posterior. En als jij twee verschillende. Dat wil je toch niet? Ik heb dat nooit begrepen. Dan leg ik het uit. Als je twee verschillende modellen hebt die je echt erin te analyseren. Hier neem je een normale verdeling aan, daar neem je een Cauchy-verdeling aan, dan krijg je andere resultaten. Je hebt een andere aanname gedaan, dus krijg je andere resultaten. Hier, als je die prior verandert, je doet andere aannames, je krijgt andere resultaten. Maar een prior is geen aanname. Nee. Een prior is jouw a priori geloofsovertuiging. De kans die jij aan de nul hypothese toekent. Het is geen hypothese over de wereld.
Nee, maar ik vind die kans op de hypothese, daar moeten we toch even van afdenken. Dat heb ik ook in het college aangegeven. Als je BCA bent, kijk je vooral naar de evidentie in de data voor de ene versus de andere hypothese. Dus waar het daar om gaat, is deze driver die op de parameter zit. Ja, maar... Dus hier gaat het om de vorm van deze prior op de parameters. Dat is de belangrijke gegeven hier. En als jij dat anders wil doen vanuit inhoudelijke overwegingen, vanuit informatie die je al hebt, bijvoorbeeld op basis van een ander experiment, dan staat het je vrij om dat te doen. Net zoals het je vrij staat om te zeggen, ik gebruik logistische regressie in plaats van een of andere spline-based methode of wat dan ook. Dat zijn subjectieve beslissingen en die kies je omdat je denkt, met de informatie die ik heb, denk ik dat dit een appropriate statistical analysis is. En ja, als je dan verschillende keuzes maakt, krijg je verschillende antwoorden. Ik vind het niet meer dan normaal. Ik vind het een non-probleem. Okay. Maar ik wil geen onderdeel zeggen. Ik heb geen onderdeel zeggen. Ik heb geen onderdeel zeggen. Daar hebben wij het ook iedere keer over. Dus ik denk dat het hier ook aan bod moet komen. Sluit precies aan op die subjectiviteit en objectiviteit. Want Penny heeft heel veel nadruk gelegd, en terecht, dat zou ik ook doen als ik in zijn situatie was. Hij heeft heel veel nadruk gelegd op het feit, p-waardes zijn objectief. Maar laten we nu bijvoorbeeld zeggen dat ik gooi met een munt en ik vind 9 keer kop en dan 1 keer munt. 9 keer kop, 1 keer munt. Wat is de p-waarde? Wel nu, die kunnen jullie mij niet vertellen. Jullie moeten weten met welk doel ik het muntje heb opgegooid. Met andere woorden, wat ik van plan was met het muntje toen ik het opgooide. Dat klinkt dus heel raar en het is dus heel subjectief en dat klopt ook. Want als ik zou gooien met de bedoeling, ik gooi hem 10 keer en dan stop ik, krijg je een andere p-waarde dan als ik in mijn hoofd had, ik gooi hem tot ik de eerste keer munt zie. Ik heb exact dezelfde data, 9 keer kop en dan een keer munt. Je hebt verschillende p-waarden. Is dat niet subjectief? Nou, dat vind ik wel subjectief. Dat is strekt logisch. En ik vind het nog erger dan subjectief, want het is verborgen subjectiviteit. Want ik hoef jullie niet de waarheid te vertellen. Terwijl als ik mijn prior verdeling geef, die moet ik geven. Dit is mijn model, daar moet ik moet mijn kaartje op tafel leggen. Maar als frequentist hoef je dat niet, want de gedachten die jij had terwijl je de data verzamelde, die zijn voor jouzelf. Ja, maar dit ben ik gewoon rekening. Ja, maar hier moet ik jullie, dat kan je niet toevoegen. Over dat gewoon. Ik wil dat dus niet. Wat kun je nog uitleggen? Ik denk dat ik afgelopen jaar zei dat zeg maar frequentistische statistiek een doel uitmaakt, omdat je kan gooien tot je 1 keer een munt gooit. Maar wat ik nu even leer, dat je bij de frequentistische statistiek niet van tevoren moet bepalen, zeg maar, hoe vaak je iets gaat uitvoeren. Dus dan kan je niet gooien tot je munt gooit. Dat moet je doen, ja. Maar in de praktijk is het zo dat jij bijvoorbeeld jouw experiment uitvoert. Hè, en je doet dat voor 20 proefpersonen. En dan, je moet dus eigenlijk van tevoren zeggen, ik ga 20 proefpersonen toetsen en dan stoppen. Er zijn er 2 problemen. Stel nou dat je er net niet bent met die p-waarde. Je stuurt je paper op naar een journal en de reviewers stellen je testen nog maar 10 bij. Ja? Want zo gaat het. Dan moet je eigenlijk zeggen, dat mag niet. Ik moet een nieuw experiment doen. Maar het belangrijkere punt is dat het gaat erom, je hebt dezelfde data, maar een andere p-waarde afhankelijk van de plannen die je had. En dat... Maar nu mag ik ook wat. Dat moet ook, want je doet een ander kansexperiment. Niet een ander experiment. Als ik ga gooien tot ik 1 keer een munt gooi, of ik gooi 10 keer en ik tel hoeveel munt ik gooi, heb ik een ander kansexperiment gedaan. Dus er is echt een andere kans. Als ik het heel vaak zou doen, zou ik een andere frequentie krijgen van de data. Ja, maar die kans ken je. Dus dat is volstrekt terecht. En het feit dat mensen de kantjes ervan aflopen met statistiek, en dat editors verschrikkelijke dingen eisen van auteurs, dat ben ik natuurlijk volstrekt met je eens. Maar als je denkt dat dit opgelost wordt door BCA's, nou ja, misschien is dit een lange arm.
Oké, okay, dus ik vind dit wel zo erg wat je nu noemt, hè, dat is echt, dat gebeurt echt, editors eisen dat soort dingen. Vind ik wel zo erg dat dat inderdaad het argument zou zijn om te denken, kijk, als het zo moet, dan kunnen we misschien, dan is dat misschien wel zo erg dat je misschien toch in een andere mindset moet hebben. Dus daar ben ik wel voor. Maar dat zijn vragen in dit boek. Ik had een vraag voor Erik-Jan nog, want ik ben het volledig eens met wat je zegt, dat ik eigenlijk ook zeggen over dat het meer de manier is waarop het nu verkeerd gaat, dat je iets heel methode helemaal moet veranderen en de BCA-statistiek moet aanpakken bijvoorbeeld. Maar ik vraag me dus af of jij het er zo erg mee eens bent dat dit een manier is waarop de hele statistiek verkeerd gebruikt wordt, dat je denkt dat we daarom de frequentistische statistiek misschien niet moeten gebruiken, of dat je denkt dat het wel aangepakt zou kunnen worden. Precies. Dus als we het hebben over de frequentistische statistiek als persoon, dan is dus de vraag, is de ziekte ongeneeslijk? Of kunnen we toch nog een van de medicijnen verzinnen waarop die toch nog een beetje op kan krabbelen? Ja, ongeneeslijk ziekte wat mij betreft. Fundamenteel fout. En ik begrijp hoor, dat heel veel mensen vinden dat natuurlijk beangstigend. Want en we hebben ook op onze afdeling, we hebben allemaal slimme mensen rondlopen en die hebben hun hele carrière vaak geïnvesteerd in de klassieke statistiek. Als er dan natuurlijk iemand langskomt en die vertelt je, ja, het is allemaal onzin, natuurlijk vinden mensen dat niet fijn. Dus ik snap de angst heel goed, maar ja, je moet wel de feiten onder ogen zien. Oké, en nog vervolg ook, want wij hebben een heel aantal questionable research practices geleerd ook. En ons werd geleerd dat als die aangepakt worden, dat het dan wel een goede uitkomst heeft. Ik ga niet vragen om die allemaal dan een soort van uitleggen waarom die ongeneeslijk precies zijn. Maar jij bent ervan overtuigd dat al die questionable research practices dus niet aangepakt kunnen worden. En dat het daardoor eigenlijk de frequentistische statistiek niet werkt. Nee, ik zou zeggen dat bijna alle questionable research practices die de klassieke statistiek verzieken ook de Bayesian statistiek. Het is een beetje garbage in, garbage out. Dus als jij de krenten uit de pap vist en vervolgens aan je statistiekprogramma geeft, dan maakt het natuurlijk niet uit of het een klassiek of een Bayesiaanse analyse is. Als je het alleen maar krenten geeft en geen pap, dan krijg je natuurlijk een vertekend beeld. De enige questionable research practice die de Bayesiaanse analyse wel oplost, is dat in de Bayesiaanse analyse is het geoorloofd om de evidentie bij te houden terwijl de proefpersonen binnenkomen. Dus als je inderdaad dat experiment deed met die 20 proefpersonen en de reviewer zegt, test er nog eens 10 bij, of doe er nog eens 10 bij, dan kun je zeggen, prima, doen we toch. Terwijl klassiek gezien moet je dan zeggen, ja, jammer, we moeten eigenlijk een heel nieuw experiment beginnen. Ja, dat is terecht, dat klopt. En als editors dat soort dingen eisen, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, nou ja, goed editor, dat wil ik wel doen, maar dan ga ik geen p-waarde meer uitrekenen, want die is gecontamineerd op dit moment. Dus dat kan niet, dan moet ik iets anders gaan doen. Ik zal een b-factor uitrekenen. Daar heb ik op zich geen enkel probleem mee trouwens. Maar ik vind het wel een heel belangrijk punt, en dat is ook iets waarin wij het eens zijn, dat de questionable research practices ellende, die wordt niet opgelost door een methodologische innovatie. Die heeft, of tenminste, misschien wel door een methodologische innovatie, maar niet door een statistische. Want die heeft te maken met hoe wij als mensen in het proces zitten. En die heeft te maken met dat de wetenschappelijke praktijk niet neutraal staat ten opzichte van onderzoeksresultaat A en onderzoeksresultaat B. En onderzoeksresultaat A betekent dat ik een hypotheek kan afsluiten en een kind kan nemen, want ik heb een vaste baan. En onderzoeksuitkomst B betekent dat ik maar nog maar eens een keer een postdoc moet gaan doen. Dat is de ellende. Maar ja, dat heeft met frequentistische of Bayesiaanse statistiek denk ik verder niet zo veel te maken. En ik, ja. Ik heb hier twee vragen uit. Daarvan zit toch precies hetzelfde ook in de Bayesiaanse statistiek. Namelijk dat je dan toch ook die provider express zo kan bijstellen dat daar ook eerder resultaten in gevonden worden. Nou, kijk, in het ideale geval, maar dat geldt opnieuw, zowel voor de klassieke statistiek als voor de Bayesiaanse statistiek, stel je je beoogde statistische analyse al op voordat je de data ziet. Ik denk dat het heel gevaarlijk is om
je data te analyseren terwijl je dat doet met je mobiel bezig te gaan. Want de verleiding wordt dan heel groot om dus inderdaad bepaalde beslissingen te nemen die je aan een baan en een kind helpen. Dat gezegd hebbende, je kunt natuurlijk wel een aparte prior verdeling die je gaat gebruiken. Maar dat moet je wel verantwoorden. En als jij je artikel opstuurt, dan wordt daar natuurlijk naar statistische analyses gekeken. En net zoals bij een klassieke analyse, als jij een heel raar model gaat gebruiken, dan gaan de reviewers zeggen, nou doe dat ook maar even met de traditionele modellen. Hetzelfde hier, als jij een hele gekke prior gaat gebruiken, dan heb je wel echt sterke argumenten nodig om reviewers te overtuigen dat het een zinnige analyse is. Kan ik dat nog even samenvatten voor het werk van Robert? Jullie zijn het erover eens dat het niet uitmaakt of je BCA's of frequentistische statistiek hanteert voor de mate dat je systeem statistiek uitnodigt of ruimte biedt aan het zoeken met de data. Nou, dat is niet helemaal waar. Op dit moment is het zo dat de frequentistische statistiek, en dus dat is niet zozeer de frequentistische kansdefinitie, maar het gebruik van p-waarden zoals van Linda A. Dus gewoon op baseline van 0,5, dus het is waar. Dat gedrag, dat heeft een buitengewoon slechte invloed in de wetenschap. Dat is evident geworden de afgelopen jaren met de replicatiecrisis, dat heeft geleid tot een enorme inflatie van type 1 fouten. Omdat mensen het zo'n manier doen dat die errorcontrole niet gegarandeerd is. En het zou kunnen zijn dat als mensen bijvoorbeeld leeffactoren gaan berekenen, dat minder wordt. Als je denkt dat zo is, dan zou ik dat best een argument vinden om een push naar de Beziaanse kant te maken. Maar ik persoonlijk denk dat de mensen binnen no time de regels zullen hebben ontdekt. Als de BS-vector groter is dan 5, dan is het waar. Omdat dat nou eenmaal de aard van het beest is. En dan ben je dus nog steeds van de regen in de druk. Dan zit je van de frequentistische regen in de Bayesianse druk. Dat is een mooie titel. Ik wil graag nog even 2 minuten terug in de tijd. Toen we het hadden over die editor die 10 proefpersonen erbij wil, wat niet kan en absoluut niet mag in het frequentistische raamwerk. Interessant, belangrijk punt. Toen werd hier de vraag gesteld aan Erik Jan. Daarna over, vind jij dat de frequentistische statistiek eigenlijk gewoon eruit moet, dood is? En toen ging je zonder al te veel argumenten, maar wel met grote woorden, wel zeggen, ja, dat vind ik. Ik zou je eigenlijk de stelling voor willen leggen in die context van dat extra data verzamelen. Is de frequentistische statistiek dood of is de frequentistische statistiek duur? Nee, dat is een heel goed punt. Dus er zijn bepaalde situaties waarin het wel is toegestaan met klassieke statistiek om af en toe naar je data te kijken. Maar je moet dan wel een prijs betalen. En je moet van tevoren aangeven hoe vaak en wanneer ga ik kijken. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik ga 100 proefpersonen testen en na iedere 20 proefpersonen ga ik even kijken. En als het na 20 al significant is, dan kan ik ophouden. Maar daar moet je wel dus een prijs voor betalen dat je 5 keer kijkt. Dus dat betekent dat als je hetzelfde resultaat hebt na 20 proefpersonen, dat je misschien de nulhypothese zou verwerpen als je plan van tevoren was om er alleen 20 te testen, terwijl je niet zou verwerpen als je plan is om 5 keer te kijken. Dus dat is de prijs die je betaalt. En je moet dus ook van tevoren aangeven hoe vaak ga ik kijken en wanneer. Dus je kan het niet toepassen op een proces wat je door de natuur wordt aangeleverd, waar data gewoon verleidelijk binnenkomen, bijvoorbeeld over het klimaat of zo, en waar je geen controle over hebt en je gewoon de evidentie bij wilt houden. Dus bijhouden van de evidentie, na ieder nieuw datapunt testen, dat kan niet. Maar er zijn andere methodes, en dat is een heel goed punt, die klassiek gezien, je kan wel iets doen. En dat is vaak een heel goed idee. Maar schattingstechnisch zijn er natuurlijk ook wel allerlei Ja, voor vaak wordt het heel moeilijk. En je hebt het dus niet alleen. Maar het is wel belangrijk om te zeggen, want het gaat dus in het algemeen. Dus dat betekent dat het gaat om, als je het hebt over proefpersonen binnen één experiment, maar het gaat ook om als je een meta-analyse doet en je wilt kijken over verschillende experimenten. Dus stel je test een belangrijke medicijn en nu komen er telkens meer experimenten beschikbaar over dat medicijn.
Dat is dus klassiek gezien moeilijk om te analyseren. Want wat is de stoplever? Die is eigenlijk niet zo goed gedefinieerd. En dan ben je klassiek snel in het probleem. Je kunt hem wel negeren, maar dat is natuurlijk problematisch. Ja, ik wil even zeggen dat dit wel een punt is waar de BVL-statistiek inderdaad heel handig is. Dat is wel waar. Dat moet de eerlijkheid getiteld zijn. Oké, ik wil eigenlijk even terug naar de kern van de frequentistische statistiek. Want u zei eigenlijk dat u niet wilde weten wat de kans is op die hypothese. Dus die is 1 of 0. Maar verder testen jullie wel eigenlijk alleen de kans op de data gegeven die 0 hypothese. Maar als het kleiner is dan 0,5, dan zegt het toch nog steeds niks over de alternatieve hypothese. Mm-hmm. Het zegt alleen maar als je dat doet, dat je in ten hoogste 5% van de gevallen een fout van de eerste soort maakt. Dus ten onrechte je nu hypothese verwerkt. Dat is ook alles wat je krijgt van zo'n statistische procedure. Ja, je mag er wel meer van willen hebben, maar ja, dat is nou eenmaal wat meer zit er niet in dat vat. Wat je wel kunt doen, is je kunt natuurlijk meerdere de kans op alternatieve hypotheses ook meenemen. Daar hoef je aan zich ook geen BCA voor te zijn. Dus bijvoorbeeld als je de likelihood van de data gegeven één hypothese deelt op die gegeven een andere hypothese, dan kun je een likelihood ratio toets doen. En die heeft gewoon weer frequentistische interpretatie. Het punt van de BCA is, de echte lijn, en daarom is het filosofische punt wel belangrijk, is op het moment dat je een kans gaat kennen aan een hypothese. En denk dat daar echt wat te halen valt, dan ben je bezig aan. Als je denkt, nee, de kans is gewoon een frequentistische kans en that's it, dan blijf je frequentist. Maar op zich kun je natuurlijk allerlei uitbreidingen hebben, die zijn er ook. Kijk, het is niet zo dat de hele statistiek daar nou op mee bezig is met dat soort dingen, want het is al af. Dus als ik statisticus was, statisticus is iemand niet die onderzoek doet in de wereld en die p-waardes uitrekenen, maar dat is iemand die stellingen bewijst over verdelingen als ik dat was, zou ik ook bezig aan worden, want het is niet af, dus er is geen donder meer aan te doen. Maar dat is wel heel iets anders dan als je bezig aan moet worden als wetenschapper. Maar goed, heb ik je nu graag of ben ik er omheen gegaan? Ja. Nou, het is ook een onbehandelde bijvraag voor. Zeg maar waarom je denkt dat het half is. Ja, omdat je eigenlijk weer terugging naar dat de kans van hypothese 1 of 0 is. En dat je dan wel dingen kan gaan uitrekenen met een likelihood ratio. Maar eigenlijk bedoel ik, is een base statistiek, is dat niet informatie voor waar zeg dat je het meer? Nou ja, kijk, op zich is een likelihood ratio, dus de kans op data gegeven de ene hypothese gedeeld door de kans op data van de andere hypothese, die geeft dus een indicatie van hoeveel waarschijnlijker de data zijn onder deze hypothese dan onder die hypothese. Dat is, ja, daar heb ik geen enkel probleem mee. Of heb ik, want ik wil er even op ingrijpen. Want, maar ik op het benadrukt is dat die likelihood ratio waar je het over niet, dat kan frequentistisch niet zijn, dat kan BCA zijn. De likelihood ratio kan je als frequentist en als BCA gebruiken, omdat je de likelihood ratio kan uitrekenen elke keer met een kans op de data gegeven die hypothese. Wat je frequentistisch kan interpreteren. En zo gauw je zegt dat je die kan omzetten in de kans op de hypothese gegeven de data, dan dat kan niet met een likelihood ratio alleen, dan moet je een prior hebben. Dus een verdeling van je geloofstoestand over alle mogelijke waardes van een parameter. Maar ik wil hier nog wel even aan toevoegen. Danny, de frequentisten, betalen dus opnieuw ook een prijs als ze die likelihood ratio willen berekenen. Hè? Want Danny noemde even van. Het is allemaal objectief. We kunnen type 1 en type 2 fouten, kunnen we die errors kunnen we controleren. Maar als het gaat over het controleren van de type 2 fout, dan moet je wel specificeren, wat is mijn alternatieve hypothese? En op dat moment dat je dat moet specificeren, dan val je ten prooi aan precies dezelfde argumentatie over van, oh, het is subjectief. Als Danny zeg maar richting de frequentisten. Het enige verschil is, de frequentist moet zeggen, mijn alternatieve hypothese zegt dat de effect size is 0.3. Het is absoluut zeker weten niet 0.29 of 0.31, het is 0.3. En als je dat wilt doen, als een punt
specificeren, dan kun je dus zo'n likelihood ratio berekenen. Maar voor een heel specifiek voor studenten om voor ogen te hebben, het gaat dus over dat als je van tevoren wil bepalen hoeveel proefpersonen je nodig hebt in je onderzoek, wil je een type 1 error hebben van 5% en een power van 80% bijvoorbeeld, dan hadden we die G-power nodig en moesten we daarin opgeven wat effect size was uit eerder onderzoek. En gegeven die gegevens konden we bepalen wat ons error rate was. Nou ja, hoeveel proefpersonen je nodig hebt om een bepaalde error rate te garanderen. De Bayesian heeft in principe geen error rate. Ofwel, ik bedoel, het fijne van als ik lekker doe, ik deze aan toetsen ben, dan weet ik dus, ja, als ik eerlijk ben, als ik het netjes doe, en ik ga niet zitten rommelen met editors die dingen op me vragen die ik niet zou moeten doen. Als ik het netjes doe, dan heb ik gewoon een type 1 error rate van ten hoogste 5%. Dat garandeert de statistiek mij. Maar wat is jouw type error rate? Ik heb een veel betere type error rate. Type 1 error rate. Ja, maar hoe groot is het? Nee, precies, dat zal ik je vertellen. Kijk, de klassieke definitie van de type 1 fout, die is dus, als ik het experiment heel erg vaak herhaal, hè, wat gebeurt er dan? Maar Bayesiaans gezien, kijk je dus naar het individuele experiment, want daarin ben je geïnteresseerd, en daarvoor bereken je een mate van evidentie. Hè, misschien weten jullie nog die pizzaplotjes die ik liet zien, die dan kwantificeerden hoe sterk die base factor was. En dus jouw persoonlijke overtuiging, de kans dat jij dus een foute conclusie trekt, is direct gerelateerd aan die base factor. Dus dat is een error probability, maar dan voor dat specifieke geval waarin je geïnteresseerd bent. En niet voor een van de hypothetische collectie van imaginaire experimenten die je zou kunnen uitvoeren als je oneindig lang de tijd hebt. Nou, we kunnen ook gewoon heel concreet experimenten doen, een potje met balletjes, met groene en rode balletjes. Ja. En dat we gewoon de hypothese dat er evenveel in zitten allebei hebben. Kan jij dan zeggen wat je type 1 error rate is? Nou, kijk. Ik weet namelijk wat die is. Ik kan jou de kans vertellen dat ik fout zit. Ja, maar ik wil graag de kans op de lange duur weten. Ja, maar dat vind ik. Onzin. Normaal, dat is een heel ingewikkelde manier om gewoon te zeggen, dat kan ik niet. Dat wil ik niet. Ja, je wil doen dat je die kan. Als je het wel komt, dan zou je het meteen doen. Nee. Tuurlijk wel. Wie is nou geïnteresseerd, als ik toch de kans heb voor het specifieke geval? Wie wil dan de kans over een collectie van hypothetische replicaties? Je bent het, neem ik aan, wel met mij eens dat random assignment zeg maar zo'n goed idee is. Omdat voor de lange duur alles uitmiddelt. Dus tuurlijk, je dat kun je niet zomaar wegduiven. Nee, maar dat vond ik een andere misvatting trouwens in je presentatie. Bayesianen die geloven toch ook in gewone randomization design. Dat is gewoon hoe je een experiment netjes opzet. Ja, maar waar is dat dan op gebaseerd? Nou, wat is random design? Dat hangt toch niet samen met je kansbegrip. Ik ben toch niet fervent Bayesiaan, maar... Maar je bent het nog met mij eens. Ik zie toch wel in dat kansen, als je dat kansen uitmiddelt. Nee, maar wacht. Dat is toch. Jij bent het toch mee eens. Als wij hier een random steek toe gaan trekken. Mm-hmm. Dat betekent, de definitie daarvan is dat voor ieder individu in de ruimte dezelfde kans bestaat dat hij getrokken wordt. We hebben één momentje. En dat betekent, dat is gewoon de definitie daarvan is. Als we het heel vaak zouden doen, dan zou iedereen even vaak in de steekproef terechtkomen. Dat is de definitie van een random steekproef. En ik zie niet. Ik, ook als ik Bayesiaan was, zeg maar, zou ik willen dat toch de definitie van de random steekontstekking is. Want als het niet is, dan weet ik het niet meer. Ja, mag ik wel een vraag? Want het is juist in psychologie dat we onderzoeken willen doen waaruit we voorspelling kunnen afleiden voor de hele populatie. Dus, maar dat is dan in dit geval wat u zegt, dan is dat niet zo. Want dan kan je dus alleen maar over een bepaald experiment gaan. Nee, want deze posterior die je hier ziet. Dat is wat je hebt geleerd over het onderliggende datagenererende proces. Ik vind het zelf prettiger om over het onderliggende datagenererende proces te spreken, maar zo je wilt kunnen we het de populatie noemen. Maar alle statistiek, of niet alle statistiek, maar de inferentiële statistiek is gebaseerd op hoe ga je van informatie uit de samples naar het hogere orde proces. En dat kun je een populatie noemen of een datagenererend mechanisme. Maar dat is wel gemeenschappelijk. Maar want u zegt net op dat je alleen maar over dit onderzoek dan wat kan zeggen op dit experiment. Nou, want u hoeft niet te weten over of je het als je het eindelijk zou herhalen. En dat is juist gewoon.
definitie daarvan? Kijk, waar het om gaat is dat je de conclusies die je trekt, dat die volgen uit de data die je hebt gezien. En dat data die je mogelijkerwijs had kunnen observeren, maar niet hebt geobserveerd, dat die er niet toe doen. Dus op het moment dat je hier een 95% confidence interval op hebt, dan weet je, de kans is 5% dat de ware waarde in de populatie buiten die twee grenzen is. Maar dit is wat je kunt zeggen over dit, op basis van deze specifieke gegevens. Maar mag ik vragen wat je daar nou mee bedoelt? Dat er 95% kans is dat de echte waarde daarin ligt? Ja, het is opnieuw, het gaat over de plausibiliteit van die parameters, van de waardes van die parameters. En de plausibiliteit van de waardes die in de staten zitten, is lager dan de plausibiliteit van die waardes die er middenin zitten. Kan ik even een vraag stellen? Ik kan data genereren, het onderdeel van het data genererende proces is denk ik een steekproef. Ja, had ik niet een voorbeeld gegeven over kikkers in de Amazone, waar je er dan 5 van zag? Ja. Nee? Ja, dat heb je gegeven. Nou ja, maar dan zie je dus een sample. Je wilt niet zeggen over de onderliggende populatie, maar wat nou als die 5 kikkers de hele populatie zijn? Sommige mensen zeggen dat je dan dus geen statistiek kunt doen. Maar ik denk dat je eigenlijk geïnteresseerd bent in het data genereren proces. Maar, dus dat is nog wat algemener dan de populatie. Zeker, maar dat is een vooropgehouding dan, want je geeft aan van de data die je had kunnen observeren, wat je had kunnen observeren, die je niet observeert, dat speelt geen rol. Deze statistiek, maar als je steekproef neemt, dan speelt het op per definitie een rol. Maar die kikkers die je observeert, dat hadden ook bij alle kikkers kunnen zijn. Jawel, maar als je bijvoorbeeld naar de p-waarde kijkt, dus laten we het principe nemen dat je die, je hebt 9 keer kop gegooid, 1 keer munt. En je idee was, ik ga net zo lang gooien totdat ik de eerste keer munt zie. Wat dan meedoet in je analyse bijvoorbeeld, is de kans dat je 11 keer kop zag en dan munt. Of 100 keer kop en dan munt. Of 1000 keer kop en dan munt. Dat doet mee in de bepaling van je p-waarde. En waarom doet dat mee? Ja. Ik heb een keer een situatie meegemaakt waarin iemand mij kon vragen of ik die regiedraadtoetsen van tekens geloof ik moest doen. Als ik me goed herinner. En toen we daarover aan verder praten waren, toen kwam ik erachter dat het was een arts en die wilde een nulhypothese toetsen over de frequentie van voorkomen van iets in een bepaalde ziektepopulatie. En die vertelde mij dat hij alle ziektegevallen had. Die had dus de hele populatie, was een zeer zeldzame ziekte. En er waren 100 gevallen, zeg maar, en die had hij allemaal in zijn dataset. En dan wilde hij een hypothese gaan toetsen over een populatie. En dat mag natuurlijk, ik bedoel, alles mag. Maar het lijkt dat gewoon een beetje onzinnig, want die 100 mensen zijn helemaal niet getrokken op een random manier uit een grotere populatie. Dit zijn gewoon 100 mensen met die ziektes en daar moet je het mee doen. Dus dan slaat het nergens op hoe p-waardes te gaan berekenen. Het staat ook nergens op, wat mij betreft, om ze om te gaan zetten, om likelihoods om te gaan zetten in posteriors. Ik bedoel, dit is gewoon de data. Er is geen inferentie naar een populatie. En het hogere orde proces van jou, dat vind ik eerlijk gezegd nogal mystiek klinken. Stel dat de ziekte is dat je zombie bent en je hebt er 100, dat is de hele populatie. Nou, dan zeg je, ja, het zijn er 100, wat kunnen we dan over zeggen? Nou, kunnen we dit ook maar, we kunnen geen statistiek doen natuurlijk. En dan vervolgens ontsnapt er eentje, en voor je het weet heb je ineens een veel grotere populatie. Dan ga je, oh nee, wacht even, maar nu kunnen we misschien, oh nee, wacht even, nu hebben we weer iedereen. Nou, nou kunnen we weer geen statistiek doen. Dan snapt er weer eentje, ah, shit. Dus het lijkt mij dat er een onderliggend data genererend proces is wat iets te maken heeft met het zijn van zombie in het algemeen. Ja, maar dat je er niet te veel op moet hangen aan het feit dat je toevallig X hebt en dat X of de hele populatie is of niet. Ja, maar het data genererend proces is random steekproeftrekking. Dat is het data genererend proces. Dat en hebben wij expres zo opgezet. Want anders kun je namelijk dan staat de statistiek nergens. Wat heeft er helemaal steekproef nou met zombies te maken? Ja, willekeurig factoren die bijdragen aan het feit dat de ene zombie wel ontstaat en de andere niet. Ja, ik vind dit is toch een nodeloos ingewikkeld verhaal. Het is heel makkelijk. Dit geloof ik van tevoren over die zombies. De
geloof ik dat daarna. Klaar. Van de nodige ingewikkeldheid gaan we naar het stop. Ik denk dat het eerlijk is om Danny als eerste of de laatste woord in de hand te nemen om. Nou ja, misschien een herkwalificeer oordeel om ons te vertellen. De reactie, laatste reactie van Erik Jan in een half minuut. En dan gaan we kort, voordat we naar huis gaan, nog even stemmen over deze. Ik ben een verstokte creativist. En ik zal niet van de een op de andere dag BVA worden. En Erik Jan is een verstokte BVA en die zal niet van de een op de andere dag creativist worden. En dat is zijn goed recht en het is mijn goed recht. Wat ik belangrijk vind, en wat ik ook het belangrijkste hiervan vind, is dat jullie zien dat verstandige mensen, tenminste ik neem aan dat jullie ons redelijk verstandig vinden, van mening kunnen verschillen over dit soort fundamentele zaken. En dat je dus ook daar zelf een afweging in kan maken. Dat vind ik het allerbelangrijkste, want je ziet dat het niet uit de hemel komt, statistiek. Het is een keuze, hoe je daarover nadenkt. Mijn keuze wordt voornamelijk gedreven door wat ik denk dat het grote inzicht is van de breedte. Het is namelijk de definitie van kans als relatieve frequentie van de natuur. Dat heeft een sterke voorkeur voor mij en daarom kan ik niet meegaan met de BCA. Dat neemt niet weg dat ik op allerlei punten vind dat Erik Jan een belangrijke toevoeging geeft aan het bestaande frequentistisch arsenaal. Ik interpreteer ze misschien anders en jij kunt ze ook anders interpreteren. Maar dat is ongeveer hoe ik de zaak zie. Dus voor mij hoeven jullie niet allemaal frequentist te worden. Ik heb liever dat jullie gewoon zelf goed nadenken. Nou, dat is iets waar ik het helemaal mee eens ben. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om zelf na te denken. Maar ik denk ook dat het dus heel erg belangrijk is om in je opleiding iets geleerd te hebben over BCA's statistiek. En hoe we dan iets definiëren, daar kunnen we over onderhandelen. Wat mij betreft betekent iets eigenlijk heel erg veel. Want kijk, ik denk dat als je die Bayesiaanse concepten goed begrijpt, daardoor leer je ook de klassieke concepten goed te begrijpen. Alleen al vanwege het contrast. Ik begrijp ook wel, af en toe als ik met mensen praat, ik begrijp ook de angst voor het onbekende. Je hebt al zoveel geïnvesteerd in één manier van nadenken. Maar ik denk eigenlijk dat het nog veel gevaarlijker is om gewoon je kop in het zand te steken en alleen maar die p-waardes te gebruiken. Terwijl, jullie hebben geloof ik met Jasper gewerkt, terwijl het in Jasper ontzettend makkelijk is om even te kijken wat laat de Bayesiaanse analyse zien. En als je dat nou echt actief niet gaat doen, ja, dat vind ik echt gewoon eigenlijk alleen maar dom. Oké, helder. Voordat we gaan afsluiten, een korte stemming. Ja, wat zijn de reële issues en de vraag die ik u eerder stelde over statistiek onderwijs in jaren 1, hè, om te peilen hoe jullie dat nu zijn eigenlijk, om zich ontwikkeld te hebben over statistiek en welke statistiek vorm jullie nuttiger achter, is relevant. We denken hier serieus over na om bijvoorbeeld meer BCA-statistiek in jaren 1 te introduceren. Mijn vraag aan jullie is, stel ik vraag 1, vinden jullie op basis van wat je nu gehoord hebt, wat je weet over de inrichting van jaar 1 nu, hè, je leert op basis van kansrekenen en vervolgens hoe dat terugkomt in de frequentistische benadering van statistiek, vinden jullie dat er evenveel aandacht moet komen voor die frequentistische benadering als voor de Bayesiaanse benadering van statistiek in jaar 1? Wie er mee eens is, steekt zijn hand op. Evenveel aandacht voor beide benaderingen. Voor de record, bijna niemand wil zeggen, een stuk 10 studenten steken nu hun hand op. Wie vindt dat het precies moet blijven zoals het nu is? Dus eigenlijk alle aandacht gaat naar de frequentistische benadering van de statistiek. Niemand vindt dat. Die weet het nog niet. Meer frequentistisch of Bayesiaanse statistiek in jaar 1. Ook niemand. Dat is maar één. Wie vindt dat het alleen maar Bayesiaanse statistiek moet worden in jaar 1? Nee, dat is het nog niet. Meer Bayes, maar wel relatief meer. En die komt nog later. Frequentistisch. Oh ja, dat zijn wel veel opties die nu spreken. 10% Bayes. Misschien kun jij een van de opties die ik niet overwogen heb even articuleren. Wat is jouw standpunt? Ik denk wel dat het handig is om eerst van het frequentistische statistiek gewoon echt goed te begrijpen voordat je bezig gaat met Bayes. Dus dat je eerst bijvoorbeeld het eerste jaar wel frequentistisch doet, maar dat het tweede jaar wel meer aandacht geeft aan Bayes dan nu. Ik heb er geen geld gegeven van het voor, hoor.
Ik denk dat jullie dingen beter eerst goed kunnen doen. Oké, wie is het hiermee eens, zoals hier net verkondigd werd? Oké, heeft iemand nog een radicaal ander standpunt? Of een ander standpunt? Wat ook maar heeft trouwens, maar hoe dan? Je hebt het standpunt nog helemaal niet genoemd, maar ja, het meest redelijke lijkt. Namelijk, meer Bayesiaanse statistiek in het eerste jaar dan er nu is. Ja. Ja. Mag ik even naar voren van Roeland? Zeker, ook bijna in jullie gesteed. Daar ging het mij even. Ja, absoluut. Oké, ik ga het afsluiten, denk ik. Ja. Hartelijk dank voor jullie inzet, voor jullie goede, gerichte, kritische vragen. En vooral hartelijk dank voor het idee van jullie lichaam waargemaakt en de nieuwe. Wil jullie nog even...